Goedendag, u Kijk naar het speciale zeilenweerbericht gelden voor het weekend van 13 en 14 juli. Het is een prima weekend, vooral in de kustgebieden. In het binnenland staat er vaak wat minder wind. Dat komt vooral door het hoge drukgebied dat nog steeds boven de Britse eilanden ligt. Dat hoge drukgebied zorgt meestal voor een wind uit het noorden tot noordwesten. Kijken we naar de windpijlen, dan zien we dat terug. Uit de noorden komt de wind met de meeste wind in de zeegebieden. In het binnenland staat er weinig wind. Dat betekent dat op de grote plassen in het binnenland de situatie toch wat matigjes is. Langs de noordkust en langs de Zeeuwse kust staat meestal de meeste wind. Dat geldt ook voor zaterdag. Dan is de wind zo'n 5 tot 10 knopen. Een kleine windkracht 3. Af en toe haalt hij de windkracht 4. Maar dat is dan waarschijnlijk meer in het Waddengebied. Meestal windkracht 3. Een lekker klein windje. Zonnige periode. Paar stapelwolken en droog weer. Temperaturen landinwaarts een graad of 20 à 22, op het water een graad of 16. Kijken we naar het weer van zondag, dan zien we de bewolking toenemen, maar ook de wind neemt iets in kracht toe. Die komt wat meer in de buurt van de vierbol voor, vooral langs de noordkust. Heel lokaal kan er een buitje vallen, de meeste plaatsen houden het gewoon droog. Ik zou geen regenpak meenemen. Zonnige periode, wind uit noordelijke richting. Richting Zeeland neemt de wind wel in kracht af, daar is die vaker windkracht 2 dan windkracht 3. Toch al met al redelijke omstandigheden. De wind had iets sterker mogen zijn. De meeste plaatsen een groen advies, op de Plassen in Limburg oranje. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl